Het grappige was, in 2014 werd er gezegd dat Van Gaal resultaatvoetbal durfde te spelen. Dat deed jij daarvoor natuurlijk al bij Feyenoord. Wat wordt nu de filosofie? Resultaat of ook goed voetbal? Nou, als dat gepaard gaat met goed voetbal, dan mag dat met goed voetbal. Maar het doel is kwalificatie EK 2020. Ik kom nog heel even terug op Van Gaal, omdat Bert er net over begon. De vorige keer dat we elkaar spraken, één op één, zei je ook, voor mij staat de deur altijd open wat betreft die vriendschap. Je hebt elkaar nu weer gesproken. Gaat er iets gebeuren tussen jullie? Nou, nee, ik denk dat het hierbij blijft. Ja? Ja. Oké. Okay. En nog één ding, je zei toen ook tegen mij, er zit geen clausule in en ik blijf op zeker 4 jaar, wat er ook gebeurt. Als het aan mij ligt wel. Ja, want collega Derksen zei, nee, dat zegt hij voor de bühne, maar zelfs als Barcelona voorbij komt, wie dan ook, jij blijft. Ja. Ja, maar dat kan ik alleen maar bewijzen na 4 jaar. En waar mogen dus jou... ik kan erover blijven twijfelen, maar oké, dat recht hebben jullie. Nee, maar goed, je zegt het nu voor de hele natie. Nee, dus... maar ik heb bewust hiervoor gekozen en nou, dat heeft dan ook een aantal consequenties.